Dit is de legging voor de stier. Voor de liefde, een bonuslegging. Voor wat voelt en denkt jouw speciale persoon. Flexibel. Een denker. Nou, het lijkt er een beetje op alsof het een beetje lastig loopt tussen jullie. Dat kan met van alles te maken hebben. Alleen, het voelt een beetje alsof er wat factoren van buitenaf zijn. Die jullie een beetje lastig maken. Dus als voorbeeld. Als jij kinderen hebt. En jouw. Dan kan het zijn dat dat heel lastig is dan voor jullie om af te spreken. Dus er moet dan een oppas komen. En, dus dat zijn bijvoorbeeld dingen die het lastig kunnen maken. En die het voor deze persoon vooral lastig maken. Dus die denkt erover na of het allemaal de moeite waard is. En omdat het allemaal zo moeizaam gaat. Nou kan je je afvragen natuurlijk als het allemaal zo moeilijk gaat. Of het dan allemaal de moeite waard is. Maar hij of zij. Blijft het toch wel proberen. Want deze persoon heeft hoge verwachtingen van de relatie. Met dit kan de ware zijn. Blijf je openstellen, maak jezelf vrij. Alleen hij of zij zou iets meer flexibiliteit van jou willen. Dus eigenlijk zou hij of zij willen dat het allemaal wat makkelijker ging tussen jullie. Het kan natuurlijk ook andersom zijn, hè? Als die persoon bijvoorbeeld kinderen heeft, dan kan het zijn dat het van zijn of haar kant allemaal wat lastiger gaat om in te plannen. Of misschien hebben jullie allebei kinderen. Dan maakt dat het natuurlijk helemaal lastig om de schema's op elkaar aan te passen. Maar hij of zij is zeker van plan om dit te blijven proberen. Dit is echt nog lang niet het einde. Deze persoon gaat nergens heen. Die is echt vast van plan om hier energie en tijd in te blijven steken. Om jullie relatie te doen groeien. Om oplossingen te vinden voor problemen die er zijn. Of die er waren. En om dit te blijven proberen. Dus als deze persoon tijd nodig heeft of had om over de relatie na te denken. Dan
is hij of zij tot de ontdekking gekomen dat het zeker nog de moeite waard is om hier energie in te steken. Omdat jij wel eens de ware zou kunnen zijn. De bekers 10. Pentakels. Ridder van Pentakels. En daar hebben we gerechtigheid. En de toren. Nou, langzaam maar zeker komen jullie er wel. Het gaat allemaal heel langzaam. Maar ja, wat ik zeg, als er kinderen bij betrokken zijn, dan zal het toch niet allemaal zo snel gaan. Maar deze persoon wil het allemaal op de juiste manier aanpakken met jou. Dus dat is alleen maar goed. Hij of zij is af en toe ook bang en onzeker. Dan weer bang dat het te snel gaat. Dan weer bang dat het te langzaam gaat. Maakt zich om van alles en nog wat zorgen. Maar heeft wel ondertussen het vertrouwen dat het goed zit tussen jullie. En heeft echt hele hoge verwachtingen van jullie relatie samen. Dus dat is super mooi. Is af en toe bang dat juist door die twijfels en onzekerheden dat het, nou ja, die relatie stuk kan gaan tussen jullie. Maar ik zie dat die twijfels steeds minder worden en eigenlijk het vertrouwen steeds groter. Dus dat is een goed teken, lijkt mij. Meditatie geeft de oplossing. Krijg meer informatie. En over een jaar. Ja, dus we zagen al dat het allemaal niet heel snel gaat. Dus het zou allemaal nog eventjes kunnen duren voordat jullie echt, nou ja, in een echte relatie samenkomen. Dus bijvoorbeeld gaan samenwonen of nou ja, die relatie naar een hoger niveau tillen. Probeer om af en toe bij jezelf meer de antwoorden te zoeken. Dus probeer eens, ja, krijg meer informatie, meditatie geeft de oplossing. Probeer als jullie zo'n periode hebben dat het even wat minder gaat, probeer om dan ook een beetje naar jezelf te kijken. En nou ja, probeer eens te mediteren. Er kunnen hele belangrijke boodschappen naar boven komen als je mediteert. Dus dat is sowieso echt een heel goed advies. En ook voor praktische oplossingen. Misschien dingen waar je nog helemaal niet bij stil hebt gestaan. Maar die je wel kunnen helpen in nou ja, het afspreken met deze persoon. Of wat oplossingen in de planning bijvoorbeeld. Waardoor het allemaal wat makkelijker gaat lopen voor jullie. Ja, dus nou, al met al een mooie legging, denk ik zo. Dus die jouw speciale persoon heeft hele hoge verwachtingen van jullie relatie. En ook al lijkt het soms niet zo. Die gevoelens, die zijn er zeker. En hij of zij wil graag met jou verder. En die relatie een kans geven en daaraan aan werken. Dus nou, heel veel succes en geluk. Dag.